Weet je wat het is? Ik heb geen goede moed, maar zie je niet dat ik precies weet wat ik doe? Ik ga een leuk setje weggeven met make-upjes en haarproducten, denk ik. Vandaag 9 jaar samen. Ik was zo zenuwachtig, jongens. Even storytime. Ik was zo zenuwachtig. Because if you're not yourself, then who are you? Hi, welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Leuk dat je kijkt. Hoop dat deze video je weekje verblijft. We gaan gewoon nu naar buiten in deze kleding. Want het is volgens mij 9 graden buiten, maar we hebben zin in ijs. En ik zie er niet uit, jongens, maar het is wel leuk. Er is ook letterlijk niemand binnen gewoon. Hi. Michael, wat doen we hier? Weet je, eten, als in, waarom doen we dit? Lekker, het is super koud buiten gewoon. Maar weet je nog vorig jaar, jongens, it's an addiction. Het is gewoon nog steeds it's an addiction. Oké. Voor mij trouw volgens mij al langer dan vandaag kijken. Ik heb dit echt net bedacht, jongens. Ik ga een leuk setje weggeven met make-upjes en haarproducten, denk ik, aan degene die raadt wat mijn favoriete smaken zijn. Laat me weten in de comments wat mijn favoriete smaken zijn. En daar ga ik gewoon random eentje uitkiezen. En, goed lekker. Was dus het ritje van de oost naar west helemaal waard? Of course. Heerlijk. Oh, je switch side. Ik vond het wel lekker. Maar ik moet altijd wel mee gehoest of zo van de smaak die ik heb. Ik wou het wel bijna weggeven wat ik had, maar... I leave you guys in the dark. Goedemorgen! Ik ben nu aan het aankleden voor Albert Heijn. Want daar werken zo meteen. En vanavond moet ik naar Koor. Superleuk, ik heb wel zin in. Maar het had wel een lange dag. Alles door. Ik heb een jas van Bounce Vintage. Dit pak is ook van Bounce Vintage. I love dit pak. Echt mijn favoriete pak. En deze riem is van Bas Vosses x Cool Cat. Nike's, Happy Socks. Een tas vol met outfit voor vanavond voor Koor. En een tas gekregen van Thijsie. Dus ik ben een beetje een soort van stoer, alsof ik in een autowerkplaats werk of zo gevoel heb ik. Maar I love it. Pauze, jongens. Smashed avocado. We kunnen dus voor mijn optreden met de Koor kan je ook een solo stukje doen van Kitchen Proud. En die ben ik nu even een pauze bij Albert Heijn aan het oefenen. Dus dat. Ik ga dus vanavond eerst mijn eerste auditie doen bij het Koor. Voor de solo van Proud. En James is also gonna do the audition. Maar ik ben heel benieuwd. Best woman win. Met de best woman win. Trouwens, Corrie is er natuurlijk ook. Right now. Weet je wat het is? Hij wil naar me toe en vraagt me, ga je lekker? Wat ben je aan het doen? Ik kan het niet laten. Ik kan het niet laten. Ik zeg, weet je wat het is, baby? Weet je wat het is? Ik heb geen goede moed, maar zie je niet dat ik precies weet wat ik doe? En ik kan het niet laten. Ik kan het niet laten, oh yeah. Dat waren we dus gisteren aan het zingen met Koor. En ik had dus gisteren, zoals ik vertelde, die solo auditie voor het nummer Proud met Koor. En er waren 2 anderen die gingen ook daarvoor auditie doen. En ik was, oh wow, overwicht. Ik was zo zenuwachtig, jongens, even storytime. Ik was zo zenuwachtig. Hoe kan ik het neerzetten? Het was echt niet normaal gewoon, echt te trillen en ik werd helemaal schoor en... Ik had mezelf blijkbaar zo druk gemaakt over. Of misschien ook dat zingen is natuurlijk best wel kwetsbaar. En als je dan een koor zingt, dan kan je soms. Dan hoor je de rest ook of zo. En dan kan je daar misschien een beetje achter verbergen of zo, denk ik. Maar ik was zo zenuwachtig. Ik dacht echt, wat is dit? Daarna was ik helemaal rood. En heb ik echt een wijntje voor mezelf even gehaald. Om maar een beetje mijn zenuwen een beetje weg te drinken. Maar dat was echt niet normaal. Dus ik weet nog niet of ik het zo heb gekregen. Maar blijkbaar is toch dan, als je dan in één keer solo moet doen en de auditie moet doen, dan... En het is super eng en kwetsbaar of zo. Maar ik dacht, ik ga dit wel doen. Het nummer heet ook Proud. En dat zegt ze van, heb je vandaag iets gedaan waar je dan proud over kan zijn? Nou, toen dacht ik op de fiets van, nee, ik ga niet meer doen. Die auditie is super eng, ik durf niet meer. Toen dacht ik, nee, ik ga gewoon wel die auditie doen. Ik heb tenminste een keer auditie gedaan ook. Daarna zit ik ook wel bij een koor. Omdat ik gewoon dacht van, dat is misschien een mooie low-key manier om wat met mijn zang te doen. En te professionaliseren en te leren. En dan ja, is het nog niet steeds zo heel heftig of zo. Ik had niet verwacht dat ik zo erg zenuwachtig zou zijn eigenlijk. Heel gek. Dus dat. Oké. Maar over het koor trouwens. 15 juni hebben wij een optreden in Amsterdam in podium Mosaïek. En dit is de flyer. En ik sta hier erop. Zie je? Oké, dat is me. Hallo. Wat cute. Ik... doe wat meer performance dingen ook daar. Ik ga een beetje af en toe grappige dingen doen door de show heen. En ik hoop dus dat ik dan die solo stukje mag zingen in een nummer. En we hadden gisteren al één nummer helemaal doorgezongen. Het was zo mooi, zo emotioneel. Dus als jullie willen komen, ik zet even de website waar je het kan kopen onderin hier. Dus koop kaartjes jongens, kom gezellig kijken. En dan kan je mij misschien ook ontmoeten. Ik weet niet hoe druk al die avond gaat zijn, maar dat zou ook heel leuk zijn. Een soort van meet and greet misschien, maar dan dat ik jullie toezing. Dus dat. Dus ik zet even een link in de beschrijving. En kijk nu hoe cute deze is. Sorry, het licht. Dit is nee. Het staat ook nog op de flyer, ook leuk. Oké, dat was mijn korte storytime van mijn stress van gisteravond. Hallo liefje. Hi. Vandaag en 9 jaar samen. Wat gaan we doen? We gaan uit eten. Waar kun je? Bij de school. Ja, heel lang geleden. 9 jaar jongens en 2 jaar verloofd. Dat was vorige week. Kijk. My 50 fucking diamonds. It's so beautiful. Outfit jongens. Bril is van Paulette. En het is tegen blauw licht. Maar ik gebruik hem eigenlijk ook gewoon voor fashion. Deze jasje. Ik weet niet waar deze vandaan is. Eigenlijk. Volgens mij uit Groningen Vintage Winkel. Deze riem is van Laura Dolls. Dit pak is van Bounce Vintage. Bounce Vintage. Shoes are also Bounce Vintage. Een soort van chic avondlookje. Ik heb de tas weg, sorry. En lekker wit, want het is natuurlijk een soort van wedding night. Op ons schatje. Goedemorgen. Dag poppetje. Dag schatje. Goedemorgen jongens. Vandaag... kon ik echt niet wakker worden. Oh, even kusje neerzetten. Maar vandaag ga ik shooten met Carmen. En ik heb haar echt vet lang niet gezien. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Gezien maar te zien. En ik ga even langs bij het vintage. Want volgende week ga ik naar Parijs. Met Michael. Dat is dan precies 2 jaar geleden dat we daar zijn geweest. En 2 jaar geleden was ik natuurlijk verloofd in Parijs. En maar ik heb me gevraagd. Moet ik wel de melk aanzetten als ik... koffie wil. Dus ik ga even lookjes bij elkaar stijlen daar. Ik daar kan shooten en gewoon kan dragen natuurlijk. Dus ja, dat leuk dagje gewoon. Doe schatje. Doe lievetje. Altijd voel ik me schuldig als ik jou moet achterlaten. Zo lang geleden dat ik jou heb gezien, schat. Echt. Echt, ja, we gaan zo zitten. Super geen zin in. En we zitten nu bij mijn favoriete plaatsje: het paleis. Het Stadspaleis. Jij vergeet altijd de naam, of niet? Nee, ik weet het niet. Oh. Ik noem het eigenlijk altijd gekleurde huis. Het gekleurde huis, het houten gekleurde huisje. Ja, zo cute altijd hier. Het open haartje en zo. Hoe gaat het shooten, baby? Fabulous. En jongens, Sabelio staat online. Go check it out. Ik doe even een linkje hier, maar oh my god. Huh? Oh, dit klepje, ik word gek. Maar zoveel tijd zit erin jongens, echt zoveel tijd. Natuurlijk pak ik weer bijna alleen maar jumpsuits jongens. Echt, wat heerlijk dit. Dit dan niet, dit is een pasteldingetje. Maar kijk, ook nog een roze erachter. Yes, living. Living. Kijk jongens. Yes. Yes. Deze schouders ook, kijk. Oh my god. Heerlijk. Jongens, en deze. Hou op met mij. Kijk nou. Yes. 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 Oh my god, real touch design, shoes, heels, love it. Hoi. Design Michael. Gaan we heen? Waterkoon. Ja, zonnetje pakken. Ik heb echt vet veel bij me, jongens. Even kijken. De tas vol. Michael draagt mijn tas nog met kleding van Bij Ons Vintage. Zoveel leuke lookjes voor Parijs. Parijs. Oh, die is weer terug hoor. Oeps. We zitten niet bij Waterkant. Wilde Westen. Ja, dat zit hier. Dat wist ik nog niet dat het hier zat. Nieuw. Second one. Wat drinken we? White Bear. Oh. Yummy. Morning. Pineapple realness. En de RuPaul, of course. En mijn koffie. Ik weet niks te zeggen. Saturday's fashion lookje. Jas bij ons Vintage, Topshop, broek van de Primark. Happy Socks, dezelfde kleurtjes. En Nike's en deze bag. Met pompons van de Primark. Ik hou echt zo erg van roze en rood. Ik vind het echt een heerlijk lookje. Ik heb ooit gezegd in een interview dat ik nooit naar buiten wil gaan in een joggingsbroek, maar... Things change when it looks like this. Aha. We zijn dus bij Kaas en Zo. Dan zeg ik hier echt de lekkerste tosti van Amsterdam. Vind ik heerlijk. Vorige week heb ik het eerst gehad en dan zijn we nu een week later meteen weer teruggekomen voor dezelfde tosti. Het zijn dus echt 4,50 per stuk. Zo lekker! Heel lekker! Oké baby's, ik zei aan het begin van deze week natuurlijk dat ik een soort van weggeefding ging doen voor mijn trouwvolgers die weten welke smaken ik lekker vind van ijs, van een ijskuipje. Van welke smaak ik altijd is de addiction. Welke smaak ik altijd neem. Ik heb nu echt al 6 keer smaken gezegd, by the way. Maar ik heb het hier. En ik ga er ook gewoon mee door. Het is echt anders pappendag. Het is niet gesponsord. Ik heb deze spulletjes gewoon... Ik ga even proberen deze camera neer te zetten. En ik heb deze spulletjes gewoon gekregen ooit. En ik dacht... Waarom is het niet gewoon gezellig aan jullie geven? Like, why not? Dit tasje is van de Hema. Super cute. Daar heb ik dus ingestopt. I love it. Temporary hair color. Kun je erin wassen. En daar hoort dan ook weer dat je het er weer uit kan wassen. Handig. Ding bij ook van de Hema. Een Hema Hydrating Cream Face Mask. Kan je lekker tutten. Ik heb er een Keune Style Sculpting Clay bij gedaan. Een lipkit van... De Perfect Lipkit van Hema zit erbij. En Hema Beauty nagellakje in de soort van rood-oranje. Die vind ik echt heel leuk. Volgens mij laat ik het veel te snel zien, jongens. Maar het is gewoon een gifting ding. Maakt niet uit. In het Fabulous roze ook. En ik heb hier van NYX Cosmetics 2 Soft Matte Metallic Lip Cream en een Butterglass. En nog een Duo Lipstick in de kleur Majestic Orange. Nou, dat is toch best wel leuk om dat te krijgen. Want het enige wat je erover moet doen is letterlijk niks. Alleen maar te raden, of eigenlijk als je me langer kijkt, dan weet je welke smaken ik lekker vind en eigenlijk altijd neem. Of je moet gewoon vlogs kijken, terugkijken van vorig jaar. Dan weet je sowieso welke smaak ik lekker vind. Dus ja, degene die comment met het juiste antwoord, die ga ik allemaal in een random potje gooien. En volgende week ga ik daar dan eentje uittrekken. En die krijgt volgens mij gewoon gezellig op thuis opgestuurd. Dus dat. Gewoon voor de fun of it. Oké. Zaterdagavond inmiddels. Dus ik ga de weekvlog afsluiten. Omdat ik volgende week een kortere week heb. Omdat we dus half die week gaan. Op de helft van die week gaan we naar Parijs. En daar komt een aparte travelvlog over. Want ik ben daar zo vaak geweest. Dus ik dacht ik ga nu een soort van leuke Elio's things to do in Paris of zo doen. En daarna gaan we nog naar Versailles. Ik moet Versailles. Ik heb allemaal erg teruggekregen. Naar Versailles. Dus daar ben ik nooit geweest, maar daar maak ik ook even een leuk vlogje van. Dus ik dacht, ik ga hem gewoon hier vast afsluiten. Volgens mij is al heel lang genoeg, veel te lang gepraat tegen die camera. Dus Het is zaterdag, de weekvlog is voorbij. De enige echte snapshots van Elio Heres op een rij. Het was me het weekje wel, dat heb jij gezien. Volgende week weer een nieuwe vlog, ga dat zien. Dankjewel, liefjes, voor het kijken. Kus, kus.